Schijnt de zon, regent het, is er wat wind of sneeuwt het, wandelen kan je altijd. En vandaag maak ik een wandeling door het Drongengoedbos, het grootste bos van Oost-Vlaanderen. Mijn route heb ik gedownload via route.be. Maar ik kies ervoor om het samen met Jolien te doen, deze wandeling. Hoeveel is het vandaag? Kleine 14 kilometer vandaag. Dat wordt elke keer meer en meer. Allee. Ja, weg, kom, hup. Steven, moet eens kijken daar. Ah, ja. Is dat een hertje? Ja. Zie je het? Ja. Aan een draad. Zit hier nog van alles? Ja, koeien. Die lopen hier los en die zorgen eigenlijk voor de begrazing van het gebied hier. Dit is het Maldegemveld, dat is een deelgebied van het Drongengoedbos en dat is in beheer van Natuurpunt. 50 tinten grijs, dat ken ik, maar 50 tinten groen is het hier. Hè? Ja, nu wel nog. Maar eind augustus, begin september kan je terugkomen voor andere kleurtjes, want dan staat de heideplant hier in bloei. Dan komen hier, Frit, allemaal van die paarse bloemetjes aan. Heel schoon. Glad bij nat weer. Het is hier heel mooi. Het lijkt een klein beetje op Dogeveen. Het is hier misschien zelfs nog een beetje mooier. Ja. Zitten we nog juist? Ja. Het volgende knooppuntje staat de aardballassen. Oké. Okay. Ik ben altijd blij als je onderweg iets kunt drinken. Ja, hier in de Drongengoedhoeve kun je in een historisch kader iets drinken. Het is een 18e eeuwse hoeve waarin je ook binnenin iets meer kan leren over het Smeetjesland. Dankzij een aantal tentoonstellingen die hier plaatsvinden. Een mooi gebouw. Stop eens even. Heb je dat er ook gezien aan die boom? Met die pinnenmuts? Nee, Steven. Dat is het kabouterpad. Dat is een 2 kilometer lang wandelpad voor kindjes en die start hier aan de Drongengoedhoeve. Ja, want 14 kilometer is niet voor iedereen weggelegd. Hè? Nee. Kindjes kunnen eigenlijk spelenderwijs aan de hand van tips en vragen het bos op een plezante manier leren kennen. Dat is tof. Hier zal die wonen, hè? Ja, die website route.be is heel gebruiksvriendelijk, maar ik ben toch blij dat je ze meegegaan. Ah, dat is fijn om te horen, ja. Trouwens, geloofde jij als kind in kabouters? Als kind wel, ja. Nu niet meer. Ik en nu. Aha. Ja.